Eigenlijk heeft Gordon zichzelf ontzettend genaaid. Het was zijn eigen idee om een overeenkomst op te stellen die zowel hij als Kevin moesten tekenen. Hierin beloofden de heren geen uitspraken meer over elkaar te doen in de media op straffen van een dwangsom. Later verbrak Gordon die afspraak door walgelijke details te delen in het interviewprogramma van Bo van Erve Dorens. Hier zei hij dat Gavin's boer zelfmoord heeft gepleegd, maar ook dat hij schizofreen was en dat Gavin dat waarschijnlijk ook is. Een familiedrama dat natuurlijk privé had moeten blijven en een gestoorde aanname erachter. Het schijnt dat Gavin aanspraak wilde maken op 25.000 euro, maar daar horen we opeens niks meer over. Privébaas Evert Santegoets begint erover in zijn podcast Strict Privé. Dat interview bij Bo heeft nog een staartje gekregen, omdat die Gavin Gordon voor de rechter sleepte, omdat ze afgesproken hebben het nooit meer over elkaar te hebben in de media. Eigenlijk zou het een procedure worden, aldus Evert. Het zou een kort geding worden, maar waarschijnlijk wordt dat achter de schermen afgewikkeld. Maar er is heel weinig over bekend, want die Gavin laat helemaal niets meer van zich horen. Co-host Jordi Versteegde vraagt zich af of er achter de schermen misschien een betalingsregeling gaat komen. Evert denkt van wel. Ik heb begrepen dat er een convenant opgesteld is, een overeenkomst waarin gezegd is: we gaan niet tegen elkaar procederen en spreken af dat we het nooit meer over elkaar hebben. Daar heeft Gordon zich nadrukkelijk niet aangehouden door even te melden dat de broer van Gavin zelfmoord gepleegd heeft. En hij door hetzelfde gen ook wel gek zou zijn, dus dat had hij beter niet kunnen doen. Maar dat geldt voor meer dingen die Gordon de laatste tijd gedaan heeft.